65 miljoen jaar geleden maakte die de Amerikaanse westkust onveilig. En nu komt hij ook naar Nederland. In de achtertuin van een Amerikaan is een perfect skelet gevonden van zo'n dinosaurus. Ook goed nieuws voor ons. De T-Rex komt naar Nederland. This is certainly one of the top 5 T-Rex ever found. Een geweldige T-Rex straks in het museum. En dat wordt zo fantastisch. Dat is natuurlijk het allermooiste wat een natuurhistorisch museum kan hebben. Maar dat kost veel geld. Toen wij hem vonden en toen voor het eerst op het jeugdjournaal te zien was dat we hem hadden gevonden, vanaf dat moment is het eigenlijk helemaal losgegaan. Zo kwam het museum op een idee. Ze begonnen een actie en vragen nu aan iedereen die dat wil mee te betalen aan de dino. Goedemiddag, wat komt hier? Heeft u een dientje voor een T-Rex? It's unlike anything I've ever seen before. The preservation on this is just superb. This is, within the top 5 or 6 T-Rex in the world that have ever been found. Als je een prachtige schedel van een Tyrannosaurus helemaal onbeschadigd uit de grond krijgt, natuurlijk is het dan feest. This is bigger than Stan. Yeah. It's a lot bigger than Stan. Yeah, the coolest part of the beast. The skull, you can see where the eye is, and it's very unusual. This is only 1, 2, 3, 4 skulls that were really found like this. Dit is jackpot. Maar we hebben zoveel tientjes nodig om onze eigen echte T-Rex naar Nederland te halen, dat we alle hulp kunnen gebruiken. Dus doe met ons mee op tientjevoorTrex.nl. We hebben tienduizenden kinderen, ouders die een tientje of 2 tientjes hebben gegeven. We hebben heel veel bedrijven gehad in Leiden, in de regio, die zoiets hadden van wow, als dat naar Leiden komt, dat is toch wel fantastisch voor ons allemaal. The neatest part of the story is that Michelle is from Holland. You know, it was written in the stars. This is a stuffed legend in it. Dus als wij van Naturalis die naar Nederland zouden kunnen krijgen, dan zouden wij het eerste land ter wereld zijn naast de VS die een T-Rex skelet in huis heeft. Museum Naturalis in Leiden gelukt om de benodigde 5 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Over 1,5 jaar hoopt het museum als eerste in Europa een T-Rex tentoon te stellen.